Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel moois maken. Je ziet hier al frames staan, dus daar gaan we mee aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Aan het einde van deze video heb ik nog een winnaar van de winactie. En ik heb een nieuwe winactie waarbij je dit pakket wil winnen. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooruit kijken en dan gaan we gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe gaat, je kan er zelf mee aan de slag. Gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, heb ik hele mooie ondergronden. Ze zijn allemaal iets verschillend, dus als je wat bestelt, kan er een licht verschil in zitten. Maar het is allemaal, dit frame. De ene heeft een gat, de andere is wat robuuster. Maar ze zijn qua lengte eigenlijk even groot. Goed, dan gaan we hiermee aan de slag. Ik heb hier een ondergrond waar een haakje aan zit. En hier gaan we een hele mooie slinger aanmaken. En ik ga precies vertellen hoe je dat moet doen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst bepalen we even hoe lang we de lengte van het touw willen waar het bloemstuk op komt. Er zit dus een haakje aan. Hou er rekening mee dat je daar ook nog een lusje mee moet maken. Dus dat je hem iets langer maakt. En dan bepaal je de lengte. Ik wil hem niet helemaal tot onderaan. Ik laat hem iets verder terugkomen. En daar knip je hem af. Dit wordt dan ook de basis van ons bloemstuk. En de lus maken we gelijk even door er een knoopje in te leggen. En er een lusje van te maken. Hier komt ons bloemstuk dan op. Ik gebruik verschillende materialen, maar wel allemaal natuurlijke materialen. Ik heb karel, eucalyptus, gipskruid, distel en bosbes. Dit knip ik allemaal in kleine stukjes. Maar ik laat er wel een steeltje aan. Het is wel belangrijk dat er echt een steeltje aan blijft zitten. Wanneer je de eucalyptus in delen knipt, is het belangrijk dat je net boven het blaadje knipt. Zo kan je zowel de onderkant als de bovenkant mooi gebruiken en krijg je geen rare afgeknipte takjes. Dus let al even goed op als je de eucalyptus gebruikt. Als je alles in stukjes hebt geknipt, gaan we beginnen met het binden. We beginnen onderaan. Ik begin met een beetje bosbes. Die leg ik erop. En dan maak ik een wikkeling eromheen. Ik gebruik daarvoor ijzerdraad. En ik zorg dat het begin eventjes goed vast zit. Ik trek hem even extra aan. En dan leg ik het volgende toefje erop. En ik ga het elke keer mengen. Dus zowel de eucalyptus als de karel als de distel. Dus je pakt dan weer een toefje vast. Die leg ik er bovenop. En die wikkel ik eromheen. Hoe dichter je het elke keer op elkaar legt, hoe voller die wordt. Dus wil je hem wat smaller, zet je hem wat verder uit elkaar. Wil je hem wat compacter en dichter op elkaar en wat voller, dan zet je het dichter op elkaar. Dan heb je ook meer materiaal nodig. Ik vind het ook mooi om elke keer dat bosbes ertussen te laten lopen. Dat houd hem wat grilliger. Dan pak ik weer een toefje. Die leg ik erop en ik wikkel hem eromheen. En zoals je ziet heb je dan al een mooi begin. En dit blijf ik elke keer herhalen. Let goed op dat je aan de zijkant het even breed houdt. En
En dit doe je eigenlijk totdat het hele touw vol is. En dan gaan we weer verder met het mooi afwerken van het touw. En ik let elke keer goed op de verdeling. En wikkel gerust elke keer twee keer eromheen en trek hem dan even goed aan zodat hij goed vast zit. En als je zoals nu hier mijn toefje ziet, dan zie je dat ik hem elke keer iets aan de zijkant leg. Dan leg ik aan deze kant weer in, zodat je hem heel compact houdt. En dat hij aan beide kanten eigenlijk mooi is. Aan de achterkant mag hij best wat platter zijn, omdat hij daarmee tegen het hout aankomt. Dat geeft alleen maar een mooie effect. Als je er ongeveer zo'n stukje over hebt, knip je alle takken die er nog aan zitten er even af. En dan wikkel je hem even extra om het touw, zodat hij echt heel goed vast zit. Dan pakken we het frame er even bij. En we hebben al die lus gemaakt, dus we kunnen hem eigenlijk gewoon ophangen. En dan kijken we even hoe die valt. En dan zie je al dat hij heel mooi valt. Je kan hem even een beetje bijbuigen als je dat wil. En dan is het al heel erg mooi. Hij komt bij mij nou net iets onderuit. Hij had voor mij nog iets korter gemogen. Dat kan je doen door het lusje gewoon iets korter te maken. Zoals je ziet, zodat hij helemaal goed in het frame past. Dan gaan we hem heel mooi afwerken. En dat doen we ook even goed met touw. Die je dan goed blijft zien, omdat het heel mooi in het geheel past met het hout en het zweertje van de guirlanden. We hebben hem net natuurlijk al stevig afgewerkt met het ijzerdraad, maar die willen we natuurlijk niet zien. Dus we pakken even het touw erbij en we gaan er even goed omheen wikkelen. Ik hou hem aan de achterkant even vast en dan begin ik gewoon even goed met wikkelen. En dan zet je het begin er eigenlijk even weer tussen, maar je kan ook een klein beetje lijm gebruiken. En dan wikkelen we even goed erin, zodat je straks geen stokjes of geen stelen meer ziet. En het eind maak ik aan de achterkant even vast met een knoopje. Maar je kan ook een beetje lijm gebruiken als je het makkelijker vindt. En dan kan je hem met een lus zo ophangen en heb je een heel mooi stuk. Het voordeel van dit stuk is dat je hem na elk seizoen kunt aanpassen. Met Pasen doe je er een paar paaseitjes in, met Kerst een paar kerstballetjes. Of maak je hem op met mooi leuk kerstgroen. Het is een heel mooi frame wat je elke keer weer kan gebruiken en dat is zo leuk. Je kunt het pakket compleet bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont. Het komt gewoon naar je toe. Zeker handig in deze tijd. Wil je dit pakket nu winnen? Laat dan even een leuke reactie achter hieronder. Doe even een duimpje omhoog. En wil je dubbel kans maken? Deel dan deze video op Facebook.
En dan doe je al mee met deze winactie en maak je kans op dit pakket. Hoe leuk als je hier zelf mee aan de slag kan gaan. Jullie hebben nog een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt de krans gewonnen, de voorjaarskrans. Jij mag contact met ons opnemen en dan komt het jouw kant op. En dan kun je daar gezellig zelf mee aan de slag gaan. Hoe leuk is dat? Weer een winnaar en wie weet binnenkort een nieuwe winnaar. Dus doe gezellig mee. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!